Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wolkenvelden over Nederland en uit die bewolking valt vooral in het noorden af en toe wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag breekt in het zuiden de zon wel door en dat zal in de ochtend misschien al gebeuren en in de ochtend valt er dus in het oosten nog net even wat lichte regen. Maar vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, zien we ook wat vaker de zon. Maar de zon heeft toch echt de meeste kans in het zuiden van het land. Daar wordt het 10 graden in het noordoosten 8. Vanavond weinig verandering. We hebben wat wolkenvelden, we hebben een paar opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Net als de hele dag waait de wind uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig. Dan naar morgen, een dag met wolkenvelden. Hier en daar een beetje zon en 8 of 9 graden op de thermometers. Wind is zuidoost geworden en matig kracht 3 tot 4. Dan de dagen die volgen, dan verandert er langzaam maar zeker wel het een en het ander. De temperaturen gaan iets omlaag. Vrijdag is het 6 tot 8 graden. Wolkenvelden. Eh, het is in ieder geval droog en dat is het ook in het weekeinde. Soms een beetje zon. Zaterdag heeft de meeste kans op zonneschijn en net even wat hogere temperaturen. Dan is het 7 of 8 graden. En zondag een graad of 6. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.